Waarom is Droomvlucht hier in de Efteling een van de allerpopulairste attracties in het park? Wij zoeken het uit. Ik zeg welkom bij Theme Park Science. Een dark ride is natuurlijk het signature van elk pretpark. En hier in de Efteling hebben ze er meerdere. Waaronder? We staan hier in Droomvlucht. Een van de populairste attracties van het park. En mijn persoonlijk favoriete dark ride. We zijn hier natuurlijk om uit te zoeken waarom Droomvlucht nu zo populair is. Maar wat ik zo bijzonder vind, voordat we die vraag gaan beantwoorden, is natuurlijk het ontwerpproces van deze attractie. Hij is ontworpen natuurlijk door de legendarische Tom van de Ven. En hij had 7 aquarellen gemaakt. En die aquarellen waren eigenlijk droomwerelden. En elke aquarel was een aparte scène hier in deze attractie uiteindelijk. En wat hij had bedacht in dat ontwerpproces is dat iedereen zijn eigen verhaal moest kunnen vertellen in die scènes. Het ging echt om de eigen beleving van de bezoekers. Er zat helemaal geen hele diepe verhaal of storytelling achter. Nee, de bezoeker werd juist op die plek gezet om te gaan dromen als het ware. En dat getopt door die prachtige muziek van Ruud Bos. Ik vind zelf natuurlijk ook de techniek van de attractie heel erg mooi, hè? Van die hangende voertuigen, 28 gondels, een best wel lange baan van 425 meter. Dat is op zichzelf al een heel interessant systeem, maar we gaan het in deze aflevering eens een keertje niet hebben over de techniek. Nee, we gaan het inderdaad niet hebben over de techniek, want we gaan het hebben over de beleving. Want we willen gewoon die vraag beantwoorden, waarom is Droomvlucht na al die jaren nog steeds zo populair? Dark Ride is een attractie die vooral gaat om de beleving van hetgeen wat je ziet in plaats van de beleving van het ritssysteem. Dus als je naar achtbaan gaat, dan gaat het heel erg over met ups en downs. Je gaat met loopings, kurkentrekkers en dan gaat het vooral om de fysieke beleving. Maar bij een Dark Ride gaat het echt om de beleving van de scènes om je heen, dus van de omgeving om je heen. Dus meer dan een achtbaan is de beleving vooral gestuurd op wat je om je heen ziet in plaats van wat je voelt in je lijf op basis van het ritssysteem. Als je het over impact gaat, dat vaak over dingen die na de beleving plaatsvinden. Maar er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar je aan kunt draaien tijdens een beleving, waardoor een beleving meer impact krijgt. En in het geval van dark rides gaat het echt om dat je echt een andere wereld bevindt, waarin je zo wordt opgezogen dat je niet meer gaat denken aan die ene e-mail op werk die je nog moest beantwoorden. Of dat je de auto nog moet vullen met benzine. Maar dat je echt alleen met het hier en het nu bezig bent. Dat is ook wat uit onderzoek blijkt, dat mensen juist dat aspect van een dark ride heel erg waarderen. Het kan voorkomen dat mensen even afdwalen van dat hier en nu. Dat ze afdwalen in hun gedachten, zodat ze toch aan andere dingen gaan denken dan met het hier en nu bezig zijn. Soms is dat gerelateerd aan de dark ride, dat ze iets zien en daarover na willen denken. Nou, dat hangt eigenlijk af van 3 factoren. In het Engels heette die motivation, opportunity en ability. Kortweg in het Nederlands, wil ik me met deze dark ride bezighouden? Krijg ik er voldoende gelegenheid voor? En heb ik ook de vaardigheden om de content van deze dark ride te verwerken? Nou, in het geval van Droomvlucht zijn dat hele mooie voorbeelden hoe dat goed werkt. Motivation, het thema, elfjes, trollen, dat is een thema dat heel veel mensen aanspreekt. En dat betekent vanzelf al dat mensen geneigd zijn om de ride ook leuk te vinden en voldoende motivatie te hebben om zich daarmee bezig te houden. Dus motivatie zit vooral aan de kant van de gast, maar kan je als park zeker beïnvloeden door een thema te kiezen dat iedereen aanspreekt. In het geval van gelegenheid zit dat echt veel meer aan de parkkant. Dat je zorgt dat gasten genoeg gelegenheid krijgen om zich daadwerkelijk met de inhoud van een dark ride bezig te houden. Dat kan betekenen dat je mensen in een rustig tempo langs de scènes laat gaan, zodat ze echt alles meekrijgen. Maar het betekent ook dat je als park moet zorgen dat er geen storingsfactoren zijn, geen storenzenders. Bijvoorbeeld nooduitgangbordjes, piepende banden van het ritssysteem, schokkende bewegingen in het ritssysteem. Nou, als je als park goed onderhoud voert, dan kun je dat soort factoren eigenlijk voorkomen. De derde factor, ability, dat zit echt aan de kant van de bezoeker. En dat gaat vooral over, heb ik de vaardigheden om me met de inhoud van een dark ride te kunnen bezighouden. Heel mooi voorbeeld in Droomvlucht, in de laatste scène in het Somperhout, kom je in één keer de scène binnen en kijk je echt in de diepte.
Mensen met hoogtevrees zullen waarschijnlijk niet de vaardigheden hebben om zich niet met die diepte bezig te houden. En zijn veel meer met hun eigen angsten bezig dan dat ze met de scène zelf bezig zijn. Dus kortweg zijn dat de drie factoren. Motivation, wil ik me bezighouden met de dark ride? Opportunity, krijg ik er genoeg gelegenheid voor? En ability, heb ik er de vaardigheden voor? Droogvlucht heeft natuurlijk heel veel techniek en wij proberen ons best te doen om die techniek zo goed mogelijk te verstoppen. Je mag het niet zien, je mag het niet ervaren. Het moet gewoon ja, bij je binnenkomen en hoe we dat doen, dat is een tweede. Voor ons als engineers en onderhoudsmedewerkers heeft dat natuurlijk wel zorg en aandacht nodig. Dus we zijn altijd wel bezig met kijken van kan het beter, kunnen we het anders doen. En dat doen we dan wel gestructureerd, die verbeterslagen. Maar elke 4 jaar komt er toch wel een keer een sessie dat we dingen aanpassen en verbeteren. Ja, dingen die we verbeterd hebben de afgelopen jaren, is natuurlijk meestal in het oog springend is de verlichting. Die hebben we 2 jaar geleden vervangen en zijn omgegaan naar LED. We zaten natuurlijk allemaal nog met halogeen. En ja, dit was het moment om over te stappen. En daarmee hebben we echt de kwaliteit een boost kunnen geven. Ja, qua effecten, buiten de verlichting die natuurlijk dynamisch is geworden nu met LED, hebben we heel veel beweging in de droom zitten. Heel veel animatronics, animated figures, die allemaal meer of mindere mate een beweging hebben en om aandacht roepen. Nou, dat roepen doen ze soms ook letterlijk. Maar in de meeste gevallen is dat niet zo hier. In tegenstelling tot Fata Morgana, waar alle poppen wel een stem hebben, doen we dat hier niet. En dat is een bewuste keuze. Want droomlicht moet een droom blijken en daar wil je niet wakker in geschud worden. Maar hoe zit dat nu in de praktijk? Kijk, we kunnen natuurlijk gasten vragen door middel van enquêtes, vraaggesprekken, interviews. Maar wij zijn Team Park Science. Wij willen dat natuurlijk echt onderzoeken door middel van de wetenschap. En daar hebben we iets heel bijzonders voor. Om de beleving goed te kunnen meten van een attractie, moeten we eigenlijk de emoties kunnen meten. Want ja, die emoties die hangen heel erg samen met de beleving van dat moment in een attractie. Hoe gaan we dat dan doen? Dat gaan we doen door middel van speciale armbandjes die de zweetklieren gaan meten in de pols. Die zweetklieren die reageren namelijk enorm op een emotie die je op dat moment ervaart. En dat hangt dus weer samen met die beleving. Die armbandjes gaan wij ophangen bij 2 verschillende groepen. Bij reguliere fans zoals ik. En we hebben, en ze bestaan echt, mensen gevonden die nog nooit in de Efteling zijn geweest. Laat staan dus dit ooit hebben gezien. En dan gaan we eens zien hoeveel verschil er zit in die beleving van zo'n attractie. So today we are here in the park to compare the experience of frequent visitors and first time visitors at the Droomvlucht. So we are using this equipment. We have 4 of those. And we are going to use 2 on Jotnan en Dani. And also 2 international students that came from Breda University of Applied Science. They are studying leisure and events management, and they have never been to the Efteling before, so we are going to compare the experience. So these sensors are called shimmers, and we use them in our lab to do research on emotional arousal. So they are measuring skin conductance, which is the speed that electricity is conducted between these 2 sensors. Basically, the more excited you are or the stronger your emotion is, the faster the electricity will be conducted. So this is a signal of how excited you are or how strong your emotions are. Thank you.
we had very interesting results. As I mentioned before, we compared the experience of first-time visitors and frequent visitors to the ride. And what we see is that throughout the ride, first-time visitors had many more peaks. So they felt much more excited in different moments of the ride compared to frequent visitors. So the first scene, just after the dark tunnel, is a moment where we see peaks of excitement, so high emotions, for both first-time visitors and also frequent visitors. After that, after this first scene with the castles, then we see more lower signal for the frequent visitors, while the first-time visitors show more excitement throughout the ride. A bit more to the end, when we have the descending part of the ride, we see again a big peak for the first-time visitors. And after that, a very funny moment is when we have a picture, the picture is taken, and we see a big peak there for first-time visitors as well. Ja, de inclusiviteit van Droomvlucht was natuurlijk een probleem wat dat betreft. En we dachten met VR daar een hele mooie oplossing te hebben. Zodat het een heel gezelschap, waarbij toevallig iemand niet in de voertuigen kon, toch die beleving kon ervaren. En we hebben dat eigenlijk doorgetrokken, we hebben daar testen voor gedaan. Van kunnen we dat nou zo maken dat die mensen samen die beleving hebben? Dat ze niet in een apart kamertje zitten in hun eentje. En die beleving ervaren, maar dat ze het gevoel hebben dat je het echt samen doet. Dat je samen in de attractie gaat. En dat is gelukt. We hebben het proces zo kunnen inrichten dat mensen enerzijds in de attractie gaan. Die krijgen een intercom mee. Kunnen nog gewoon met elkaar praten. Maar door middel van die intercom kunnen ze ook praten met de gast met een beperking die in de VR-ruimte zit. En dat loopt synchroon, die beleving. Dus op het moment dat je instapt en hier de ride ingaat, start ook de VR-beleving. Ik denk dat de Droomvlucht zo'n succesvolle attractie is omdat hij gewoon heel universeel is. Hij is voor jong en oud. Iedereen kan zijn eigen verhaal erbij denken. Hij is internationaal ook. Er wordt niet gesproken. Iedereen kan zijn eigen interpretatie geven aan wat hij ziet, aan wat hij hoort, aan wat hij ervaart. En dat maakt Droomvlucht denk ik ook wel een tijdloze attractie. Nou Danny, de wetenschap laat het duidelijk zien. Hè? De resultaten zijn binnen en ja, we kunnen toch wel concluderen dat na al die jaren Droomvlucht nog steeds een ontzettend sterke beleving oproept bij de bezoekers. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met ook het mooie ontwerp van Tom van de Ven. Die natuurlijk met die 7 aquarellen eigenlijk de bezoekers zelf het verhaal liet maken in die attractie. Maar het zijn uiteindelijk ook de toppers zoals Stan hier in de Efteling, het hele team daarachter, die natuurlijk die attractie uiteindelijk heel geloofwaardig maken door de techniek goed te verstoppen. En om bijvoorbeeld, wat ik zelf dus een hele toffe scène vind, is dat sompenwoud met al die regen. En dan, je ziet niet waar het vandaan komt. Het is allemaal helemaal weg. En dat is precies wat Wim ook zei in zijn onderzoek, om zo'n attractie geloofwaardig te houden. Ja, en je ziet dus ook hoeveel tijd en moeite het kost om een attractie up-to-date te houden. En dat al die ontwikkelingen op het gebied van showtechniek worden ingezet om bijvoorbeeld het lichtplan aan te passen en er echt voor te zorgen dat die beleving ook echt goed blijft. Het is wel duidelijk waarom Droomvlucht zo ontzettend populaire attracties. En je ziet het al, de bezoekers sluiten weer aan voor een nieuwe droom te beleven. In ieder geval vanuit deze plaats wil ik de Efteling bedanken, de BUAS. En wil je nou meer informatie over dat onderzoek van onder andere Wim? Luister dan even naar onze podcast. We praten nog even na deze opname over dat onderzoek. En wat kan je er nou allemaal nog meer mee doen? Dat kun je luisteren in je favoriete podcast app. Voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken. Like, subscribe en ik zeg tot de volgende. Hoi hoi.